allemaal, welkom bij een nieuwe Let's Play. In deze Let's Play gaan we storycasten doen. Hello. En ik heb super lang geprobeerd om een andere laptop op te starten. Omdat ik het graag met geluiden wil spelen, maar helaas is dat niet gelukt, dus het is weer zonder geluid. Het is echt super naar aan het worden. Want ik wil gewoon heel graag de storycasten doen met geluid. Want er is een amazing soundtrack en ik hoor er helemaal niks van. Super tof. Nope, helemaal niks. Maar ik heb een starter gepakt en let's go en zo. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel Let's Plays online gezien van andere mensen die storycasten hadden. Ik heb eigenlijk gewoon vrijwel niks gezien van storyquest. Ik vind het alleen super jammer omdat de soundtrack zo leuk is dat ik het niet heb. En waar moet ik dan heen? Of ga ik nou gewoon verkeerd? Soms op gang. Bij de bescherming. Oh, ik ging de verkeerde kant op. Dat is super stom. Ik hoop trouwens dat ik me voel opgedaan. Nee, dat gaat even lang niet gebeuren. Want ja, ik ben nog... heel ver verwijderd. Volgens mij moet ik dan nog iets van 8000 XP. Jee. Maar goed. Ik ben onderweg naar Evergrey. Het is koud. Heel erg koud. Ik heb het koud. En waarom staan hier zoveel mensen? Welkom. De dag is teruggegaan. Pandoria. Waar zijn de anderen? In ieder geval is één klaar. Waar ik praat opnieuw met Lisa. Ben je klaar voor de beproeving? Trip dood? Nee, dat is de laatste keer van Fur. Oh, super tof dit. Lijkt me boos even. Kijk, dat is gewoon zo leuk. Praat opnieuw met Elisabeth. Hoe ben je ze, Pony? Zijn niet zusjedozen. Die als je lang geleden komt kort verbond moet je zien is haar verschrikkelijk niet voor elkaar zuster. Scarlett, ga ik je even spreken? Spannend hoor. Jij bent een beetje aan het lezen trouwens. Concorde heeft een vriend nodig om te helpen bij de volgende verkoop dat jij dat bent. Zou je Concorde willen bijstaan met staan, wil ik het teken geven, spreek de volgende woorden. Kom, Concordie. Vrienden, het is tijd dat we soms een Alex tegenkomen. Scarlett en Midnight Star en de allerliefste Concorde. Oh, dat is zo cute. Super gaaf. Maak gewoon ondertussen met je screenshots, want ik had al zo'n gevoel dat dit iets te maken had met StoryQuest, dit plekje. Super gaaf. Maar het duurt allemaal zo lang, die short cuts. Laat ons thuis zijn. Be there. Ik wil soundtrack. Dus ik weet zeker dat die geweldige muziek onder zou zitten. Zonder kind, zoals van beschermers. Ik heb geen mooie pose. Dat is wel een beetje saai hoor, jongens. Oh jee, het schudt. Wow. Dat is echt super gaaf.
alles is hier opgelicht. Rijd door de poort, jongens. Oh, nee, ik wilde nog niet in de poort. Ik wilde nog een foto maken. Nee. Ik kan geen screenshots maken hier. Oh, dat is echt tof. Super tof. Ik rij vast maar even door, want anders gaat het super lang duren. Jeet. Maar dan gaat iedereen ook galopperen. Super tof. En het is een makkelijkere weg dan verwacht. Jeet, die poort is heel groot. Oké. Ik hoop niet dat het heel lang duurt. Ik wil gewoon dingen redden. Vorige keer was ik hier alleen volgens mij. Nee, ik wil nog niet volgen. Ik wil foto maken. En Midnight moet niet gaan eten. Let's go. Het is mooi, jammer dat alles spam is op ons te dood. Pandora en ik ons werk eigenlijk niet samen, maar is het dan. En International is slechts één Pandora. Ja, ik denk dat het wel eens betrekt natuurlijk. Linda en Idris. Dat gaan heel veel mensen niet leuk vinden. Oeh, ja, als je het erg vindt, dan geef wat foto's maken. Ja, sorry, dat wil ik gewoon. Want je krijgt hier echt maar één kans voor en ik wil het opnemen en ook fotograferen. Dus ja, ik ga alvast even naar voren. Als je het niet erg vindt. Oké. Want jullie doen een beetje langzaam over. Oh, dat is best wel heel snel dat we daar zijn. Nou, rennen jongens. Rennen met Concorde. Super cute. Foto. Oh, ik kan nauwelijks geloven, het meeste is behalve de kristallen muur. Zoals in de toestand is inspirerend. God, jullie zijn echt stelletje doos hoor. Arme Alex, maak het niet zo moeilijk. Kan ik de knap van het werk zo nog en het werk zo? Zap. Ah, bedankt. Ze moeten denken aan zo'n Twilight figuur, is het ook altijd. Nee, maar we hebben niks van haar. Maar eerst een afscheidscadeau. Ik vind die broek heel tof van hem. Hij is super, super cool eigenlijk. Oh shit. Midnight, moet je weer eten? Wat de fuck gebeurt er? Alex, Scarlett. Where the hell am I? Oh nee. Het is Het is er een monster paardendief. Oh god. Jij bent een betere ruiter. Oh, een soort minigame of zo. Ah! Dat is niet heel erg leuk. Super tof dit.
Mag ik nog meer Pandoriaans? Oef. Oh, op die manier moet ik dus rijden. Ik moet die dingen pakken en dan moet ik erin rijden. Super tof, maar trek even je broek omhoog, vriend. Ja, leuk. Ik had alleen maar boos gemaakt, natuurlijk. Alex, oh. Oh. Nee. Ga weg, ga weg, ga weg. Oh. Nou, kom een beetje zonder kringen, Alex. Dank je. Poef. Ja, kom dan. Kom maar. Oh, dat was niet... God, waarom moet ik opnieuw beginnen? Nee. Dat is zuur. Ik was zo ver. Oké, dan weten we dat dat niet kan. Poef. Ik kan nu wel meteen doorreizen, omdat ik... Ja, leuk. Ik wil dit afmaken. Jeet. Ah, nee. Ah, dit is niet leuk. Want het is best wel kut voor de minder snelle ruiters onder ons. Hij is best wel snel. Best wel behoorlijk snel. Daar is een zonnekring. En een kring van de zon. Jeet. Oh shit. Nee. Hoe ging het eigenlijk bij jullie? Want dit is best wel behoorlijk snel. Zonnekring. Oh. Ik kan hem niet raken. Spring. Rennen. Heel hard rennen. Ik heb gewoon gewoon om me heen moet blijven rennen. Ik kan dit wel. Blijven rondjes rennen. Blijven rennen. Yes, gaat vanzelf wel weg. Oh, dit is best wel leuk om te doen, jongens. Ik wil het vaker kunnen doen. Jeet. Biet. Explodeer. En gone. Met de wind. Echt, Alex. I'll be there. You'll be around. De nieuwe NPC's van de uiterlijke wat ze hebben is echt super tof. Oh, super lief. Oh, zo adorable. Dat is wel heel erg in zoom. Anne? Jij bent degene die kwam en ik stel je weer teruggekomen. Natuurlijk ben ik teruggekomen. Concord, doe je hoofd omhoog. Kom op. Anne, ik rustig. Ik wist dat ze komen. Anne, ik heb lang genoeg ook gedaan. Maar wie zei, waar is mijn... Jij bent. Jij bent niet mijn Concorde. Het spijt me, want ik was sneuvelde Concorde. Zijn ziel heeft verder haar ziel toegewikkeld. Je hebt 2 maanden in een kristal gezeten en neem je mee naar huis. Wraak, wow. Zo snel. Als je met mijn vrienden naar de hel bent gereden, moet je onwaarschijnlijk dapper zijn en ongelooflijk stom zijn. Dankjewel. Kijk naar het. Ik vind haar eigenlijk best wel arrogant. Ik wil niet zo verhaast, maar de poort naar huis zit een beetje raar. Hij wil... Oh shit.
Oké. Het is een beetje overhaastig omdat draken ons opsluiten in Pandoria, maar ja, dat maakt niet uit. Draco is een beetje een gekke man. En ik wil even met jullie allemaal rijden, want dan kan ik coole foto's maken. Wee! Ik heb een heel cool petje. Jeet. Oh, ik moest gewoon indraaien. Ik dacht van, gaan de brug stort in. Ik kan de anderen niet zien. Ja, wel, zijn de Sora die zien erg in ons. Ik moet blijven wegrennen. Dat is omdat ik Anne hebben gered en dan is Soul Riders, oh shit. Aan de Soul Riders, dit is heel erg naar. Waar is dat vredige dingetje van net gebleven? Die wil ik heel graag weer terug hebben namelijk. Ik mis hier muziek bij. Ik mis hier heel erg muziek bij. En dit is niet leuke sprongetjes, want die waaien weg. Maar dit is wel tof, want ja, hier ook weer hetzelfde is. Ja, ik hoop dat het even gelukt is trouwens. Met alle soorten. Oh, het is hier minder mistgolf. Nee, bedankt Edien. Ik heb gered. Maar waar is praat ik nu met Elisabeth? Anne, waarom sta je maar ziek? Alex is er staat nummer 1, we mogen nu niet falen, ik weet. Scarlett, wacht, Edien help ons. Nee, waarom moet Alex zo stom zijn? De poort is weg. Maar dat is wel tof. Cloudmail. Nee. Wat zei dan? Oh, wow, epic. Oh, dit is echt een super gaaf shot trouwens. Kut Draco. Wat de... Dat is niet hoe ik het wilde hebben. Oh, ik zit er wel echt heel charmant bij hoor, jongens. Wat is dit alweer? Oh, nee. Elisabeth kan niet dood zijn. Elisabeth kan niet dood zijn. Waar moet ik heen? Waar de hel ben ik? Oh, is Alex. Het is echt best wel erg deze quest. Oh, mijn ziel. Wat moet ik doen? Hallo? Moet ik nu weggaan ofzo? Hoe werkt dit? Mijn questingetje loopt een beetje vast. Ik kan niet echt op Alex klikken ofzo. Oh, het wordt zo donker. Ja, dat is zeker waar. Waar moet ik? Het lijkt wel, het kan niet. Dat moet Lisa zijn.
Oh, wauw. Maar Alex loopt niet achter ons aan. Het is super naar. Ja. Ik denk dat we dat moeten volgen. Dat is random. Dus wij moeten dit volgen. Ik kan helemaal niks zien hier. Het is echt naar. Gelukkig kan ik ook die dingetjes een beetje volgen, maar voor de rest is het heel erg naar. Vast zit in zo'n tussenpad. Even kijken waar. Ja. Komt hier dan nog iets op? Oh shit. Dit duurt lang. Ik wil al lang terug zijn. Ik wil niet vastzitten in deze wereld. Dankjewel voor de pad overal nergens naartoe, maar ik weet niet waar ik heen ga. Überhaupt. Ik heb het koud, Scarlett. Ja, ik ook. Behoorlijk zelfs. Ik moet een trui aan doen of zo. Waar moet ik heen? Super tof dat je allemaal dingen laat verdwijnen en opverschijnen, maar... Oh, dankjewel voor nog een brug. Bzzzt, bzzzt. Oh, waarom gaan we terug van het poort naar huis die zegt, we kunnen niet vanuit. Ja, we zitten vast. Super tof. Moeten we nu nog 20 rondjes rennen? Want het begint een beetje irritant te worden. Want ik zie helemaal niks in deze wereld. Super tof. Ik weet ook niet waar ik ben trouwens. Dat is echt super nice. Nice. Goed, laat mij gewoon hierop. Oh, thank you voor de wegversperring blokkering. Ik heb nooit afscheid kunnen nemen. Ja, ik ook niet. Wat? Het explodeert daar dan. Een nieuw portaal of zo. Oh, die wordt gewoon helemaal gesloopt of zo. Super tof. Ik vind deze story was wel lekker lang duren trouwens, maar ik dacht het eigenlijk iets korter zou zijn. Oh, dat is tof. Oeh, een portaal. Yes. We kunnen terug. Alex, kom. We moeten een hele eind lopen. Kon je dat horen? Het komt daar vandaan. Ze hebben ons gevonden. Oh, ik mocht er niet eens zelf inlopen. Super tof. I'll be there. Ik wil de soundtrack hiervan. Super graag. Ben nou Starlet wel bruin? Bruin, waar is bruin? Paars. Super sad dat ik hier geen geluid bij heb trouwens, wat echt. Je bent veilig, Scarlett. Poef, we zijn hier. Wat
Dus daar binnen gebeurt, je praat niet met Alex. Zwart. Hallo. Tuurlijk, heb je vrienden voor. Ik heb er lang genoeg ook gedaan. Elisabeth, je schudt je hoofd. Ze heeft het niet gehaald, ze stief ik me echt. Die mag die zelf niet zo kwijt. Maar ik sta niet alleen. 5. Ook zie ik Scarlett en Sora dus samen. En Elisabeth heeft er bijna dood, dus ik niet hoe we verder moeten gaan. Maar we hebben geen keus, daar koers nog steeds naar buiten. We moeten sterker zijn. Nu is het tijd om te vrienden. Zo werden dus samen wat einde. Super tof, we hebben een prestatie vrijgespeeld. En nog meer storyquesten. Super gaaf. Oh, dat is wel een heel erg foto trouwens. Yes, Elisabeth, bijgewerkt. Waar staat Elisabeth? Overleden. Oh nee. Nee, dat vind ik echt zo stom staan. Maar oké, dat waren de storyquests. Het is een hele lange let's play geworden, maar ik vind het tof. Ik zie jullie bij de volgende keer. En ik moet het even allemaal verwerken. Tot ziens.